donderdag 28 mei. Som 4 gaan we maken. Het gaat vandaag om rekenmuurtjes. Dit is weer een andere manier van rekenen. Ja? Je ziet dus hier een muurtje met allemaal getallen erin. En die gaan wij dus samen uitrekenen. Ja? Je begint van onderen naar boven. Die 2 tel je op, schrijf je daar. Deze 2 tel je op, schrijf je daar. En deze 2 tel je op, schrijf je daar. Oké? Nou, bij die onderste hebben ze hier niks geschreven. Dus die slaan we even over. We gaan nu naar de volgende. Hier zie ik een 3 en een 5. Nou, 3 erbij 5 is 8. Nou, dat schrijf ik dus daarop. En hier heb ik 5. Ik ga deze met die ook optellen. Dus dat is 5 erbij 5 is 10. Heel goed. En nu ga ik deze 2 optellen om te weten hoeveel het daarboven is. 8 erbij 10 is 18. Heel goed. Ja, zo gaat dat met rekenmuurtjes. Ja? Dus je pakt 2 stenen en die 2 stenen, die steen die daarbovenop zit, die 2 stenen, daar schrijf je het antwoord op. Ja? Kijk maar, we gaan naar som 5. Bij som 5 zie je het ook. Je ziet een 1, erbij 2 is 3. Heel goed. Nou ga ik deze 2 stenen ook optellen. 2 erbij 2 is 4. Nu ga ik deze 2 bouwstenen ook optellen. 3 erbij 4 is 7. En als je bij de bovenste bent, ben je klaar. En zo ga je door. Dus, dan gaan we kijken of jullie deze alleen kunnen. Ik zie 2 erbij 3. Nou, is 5. Hebben ze je al geholpen? En 3 erbij 1 is 4. Wat moet daarboven komen te staan? Hoe luidt de som? Wat zie ik daar? 5 erbij 4 is... Ja, heel goed. 9. Nou, en zo mag jij de laatste bouwsteen ook gaan maken. Heel veel plezier, jongens en meisjes.